De 50-jarige tienernaar van Turkse komaf, Af die betrokken was bij de massale vechtpartij in Druten op 3 juni is inmiddels weer thuis. Bij de massale vechtpartij waren tientallen mensen betrokken waarbij uiteindelijk twee personen voor behandeling van hun wonden naar het ziekenhuis moesten. Bij de vechtpartij liepen auto's flinke schade op. De tienernaar ging in Druten verhaal halen. De politie heeft niet de hele zaak helder, maar het is wel duidelijk dat het gaat om eerwraak. Het is ook niet duidelijk of de families hun vetus nu hebben bijgelegd. Dat de vechtpartij drugs gerelateerd zou zijn, verwijst de politie naar het Land der Fabelen.